La politique, c'est la merde. Het is een trend, deze verkiezingscampagne. Bekende Hagenezen worden door politieke partijen ingezet als stemmentrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo staan darter Raymond van Barneveld, behangkoning John van Zweden en tot voor kort ADO-icoon Tom Beugelsdijk op de kieslijst van Groep De Mos. Heeft het CDA Lex Schoenmaker gestrikt en moet Heel Holland Bakt winnares Annemarie Pronk stemmen gaan trekken voor de ChristenUnie-SGP. Bent u er al uit welke Hagenezen u gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Nog geen flauw idee. Hey. PVV? Voorbeeld. PVV? Nou, denk het niet. Nee. Ik heb geen mening over politiek, man. Ik heb een hekel aan politiek. Hekel? Waarom? Hoezo? Ja, het gaat nergens over politiek. Nee. Maakt niet uit waar je op stemt, het is allemaal fucked up. Ga weg met uw troep. Interesseert u dat niet? Nee. Waarom niet? Daarom niet. La politique, c'est la merde! Gemeenteraad verschillen. Lijstduwers. Wat bedoel je met lijstduwers? Er zijn een aantal bekende Hagenezen die zijn als lijstduwer neergezet bij politieke partijen om stemmen te trekken. Voor wie? Voor politieke partijen, Groep De Mos, CDA, ChristenUnie, SGP. Hè? Hele slechte zaak. Want ze hebben niks met de bevolking. Ze doen alleen maar om stemmen te trekken. Het zijn gewoon lijstduwers. En dan, omdat het een lijstduwer is, krijgen ze een stem. En dan gaan die stem gewoon naar die partij. Daar is het voor. Alleen mijn vraag is, zijn ze ook daadwerkelijk van plan, als ze genoeg voorkeurstemmen krijgen, om daadwerkelijk ook de gemeenteraad in te gaan? Wat denkt u? Ik denk het niet. Ik denk niet dat een Henk Bres of een Raymond van Barneveld of een Tommy de gemeenteraad in gaan, denk ik. Nee. U ziet Raymond van Barneveld nog niet in de gemeenteraad? Nee. Nee. Nee, nou, dan moet u wel heel goed kunnen mikken. Ja. Ik ben ook een darter, dus ja. Ja, hem vind ik wel passen, ja. Zou u bestemmen als het een bekende Hagenees betreft? Ik kijk eerst naar het partijprogramma. En dan ga ik me daaraan verbinden eventueel. Nou, toevallig zag ik net Henk Bres, die de lijstduwer schijnt te zijn van de PVV. Nou is dat bepaald niet de partij waar ik op zou stemmen, maar misschien helpt het wel dat de partij daardoor verliest. Ik heb gehoord dat Barbie zich ook al aansluit als lijstduwer bij de ChristenUnie-SGP. Ja, dat heb je heel goed gehoord, ja. Ja, maar moet ik daar nou op reageren? Wat een flauwekul. Kees van Kooten, kan u stem misschien wel krijgen bij de tegenpartij? Nee hoor. Kees van Kooten bij de tegenpartij? Kees van Kooten, de tegenpartij, vindt u daarvan? Ja, dat is wel heel oud, hè? Hey, wel heel oud. Dat moest ik instinken zeker, of niet, hè? Ja. Heb je al een partij op het oog? Heb je al iemand? Nog niet. Hij moet even op televisie kijken, op West of zo. Ja. Of Den Haag FM? Hè? Huh? Den Haag FM. Wat zeg je? Den Haag FM. Wat zeg je? Den Haag FM. Den Haag FM, ja. Den Haag FM is het. Live. Niet live. Oh, gelukkig.